Het is een opvallend onderzoek. Onder inmiddels zo'n 30 kooitjes liggen dode biggen te ontbinden. Nou, we hebben hier een relatief klein kadaver. En wij doen studies met twee soorten lichaamsgewichten. Namelijk om en nabij 1 kilogram en tussen de 5 en de 10 kilogram. En dat zijn allemaal doodliggers vanuit de biologische veehouderijen. En deze kleine kadavers die ontbinden toch iets langzamer dan de grote kadavers. En we zien hier een kadavertje dat komt dan vanuit het winterseizoen. Is grotendeels gemummificeerd. Het project begon 2 jaar geleden. De bedoeling is dat aan de hand van de onderzoeksresultaten straks bij menselijke resten beter het tijdstip van overlijden kan worden bepaald. Zijn enkele vliegen actief? Nou, wij hebben voornamelijk ontdekt dat we toch wel heel erg voorzichtig moeten zijn met het schatten van het tijdstip van overlijden. Dat is de doelstelling van dit hele onderzoek. En dat er toch ook wel een heleboel variabelen bij komen kijken, waaronder de insectenactiviteit. En dat is geen vakgebied dat we zelf bedrijven. Dus dat is de entomologie, wordt dat genoemd, de insectenleer. En daar valt ook nog heel erg veel winst te behalen. De onderzoekers zijn op zoek naar forensische entomologen, oftewel specialisten in insecten. Insecten om een lijk zijn vaak belangrijke getuigen. In Amerika bijvoorbeeld is het een vakgebied dat veel verder ontwikkeld is. En ook dat de vraagstelling vanuit de opsporing, de politie, frequenter voorkomt. Kijk, datzelfde geldt natuurlijk voor de ontbindingsstudies. Maar ja, dat is een discipline dat we wel al in huis hebben. Dus wij zijn op zich wel op zoek naar een entomoloog die interesse heeft in de studie die we hier doen. Wat we de afgelopen 2 jaar wel hebben gedaan is het monitoren van de insectenactiviteit. Maar op een gegeven moment kom je op het niveau dat je een uitspraak moet gaan doen over wat voor insecten is het nou eigenlijk. Nou ja, iedereen kan nog wel onderscheid maken tussen een vlieg of een tor. Maar welke vlieg het nou precies is, dan moet je de aantal haren bijvoorbeeld gaan tellen op de pootjes. Ja, dat is voor ons ook een stap te ver. Het bepalen van welk type insect het precies is, kan erg bepalend zijn in politieonderzoek. Entomologie kan ook een bijdrage leveren aan het tijdstip van overlijden schatten. Namelijk de duur van ei tot ontwikkeling van een vlieg kan namelijk bepaald worden. En als je dan weet van we hebben larven met deze lengte of in dit stadium en dat duurt zo lang, dan weet je ook hoe lang het lichaam er al heeft moeten liggen. Dus ben je insectenspecialist en geïnteresseerd in de dood, dan ligt er in Den Ham een mooie studie te wachten. Het project loopt in ieder geval nog 2 jaar.